en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Selfie King. Aflevering 3 inmiddels. En ik heb vandaag een hele bijzondere, speciale gast. Jullie kunnen allemaal kennen van de zoektocht naar K3 zoekt K3. Het is niemand minder dan de one and only Nora Gharib! Yay! Heb je er zin in? Heel veel. Ja? Ik hou echt van selfies maken. Oh, oké. Hou je ook van spelletjes? Ja. Oké. Dan is dit het ultieme spel. Ik ga even heel snel de spelregels uitleggen. Okay. Ja? Het is heel simpel. We hebben 20 minuten de tijd om 6 selfie-opdrachten te volbrengen. Ja. Je moet zorgen dat je ze zo snel mogelijk hebt gedaan. Okay. Maar je moet ook een beetje op de creativiteit letten. Ze moeten wel mooie, leuke foto's zijn. Het moet niet te makkelijk worden. Okay. En uiteindelijk degene met de snelste tijd, die wint. Okay. En stel nou, je hebt zoiets van, oh, ik weet echt niet of ik dit wel red binnen de tijd. Dan mag je een foto passen, maar dan loop je wel het risico dat ik niet heb gepast. Precies. Oké. Volgens mij heb ik verder alles uitgelegd. Ja, oh my god. Jij gaat die kant op en ik ga die kant op. En dan gaan we klaar voor. Heel veel succes. Heel succes. De tijd gaat nu in. 3, 2, 1, go! Neem een selfie met een sigaret. Oh my god, oké. Normaal rookt iedereen en vandaag rookt er niemand, of wat? Ik rook niet. Even kijken. Ik zie ook helemaal niemand die rookt. Er moeten nog mensen of zo buiten restaurantjes staan die wel roken. Kom aan. Waar zijn alle rokers? Waar zijn alle rokers? Rokers. Of misschien moet ik gewoon vragen aan mensen of ze een sigaret hebben. Niemand hier die rookt. Niemand die rookt. Oké, ik ga lopen. Waar zijn de sigaretten? Kom aan, sigaretten! Oh nee! Sorry, mag ik iets vragen? Heeft er iemand van jullie een sigaret? Nee, sorry. Nee? Nee. Oh, hallo, mag ik iets vragen? Heeft er iemand van jullie een sigaret? Nee, sorry. Nee? Waarom is iedereen Hollands? Hallo meneer, hebt u een sigaret? Ik smoor niet. Nee? Oh, toch bedankt. Er moet er gewoon iemand ergens buiten staan die... Ah, hier! Meneer, mag ik het vragen? Ja, ik moet voor eens jou vragen. Zijn we aan het vloggen? Ja! Kom jij nou hier terecht? Ja, dat is een heel lang verhaal. Heel lang verhaal. Maar... Ik moet een selfie maken binnen de tijd met een sigaret. En ik zag jou met een sigaret in je hand. Hey, en ik moet zelfs selfie maken. Weet je waar, een sigaret. Wacht. Snel. Nee, gewoon één sigaret. Zo, even een foto met z'n drieën. Oh, kom, snel. Ja, selfie. Oh my god. Hey, dankjewel, hè. Staan we nou op YouTube? Ja. Rustig aan, Phil. Knettergek. Ja, hey. Selfie King opzoeken. Knettergek. Burger King. Nee. Hoek om naar rechts. Nee. Hey, bedankt, hè. Geef mijn portemonnee terug. Stil even. Geef mijn portemonnee terug. Oh my god. Hallo, hebt u toevallig een sigaret? Nee? Waarom rookt er niemand? Sorry, heeft er iemand van jullie een sigaretje? Nee. Oh. Meneer, mag ik mee met uw sigaret op de foto? Dat is een opdracht. Ja, mag dat? Ja. Oké, wacht hè. Oké, dankjewel. Je bleef een hele mooie foto. Dank u. Oké. Neem een selfie op zo'n onstabiele ondergrond. Oh my god, wat is dit nou weer? Als ik ergens niet stabiel op sta, dan is het goed. Als ik nou gewoon op een fiets van iemand ga staan, kan dat? Oh, Jesus. Onstabiele ondergrond? Dan straks breekt de ketting af, maar ik ga wel... Deze fiets staat hier al een tijdje, denk ik. Yes. Oké, de volgende. Meneer, mag ik iets vragen? Ik moet een selfie nemen op een onstabiele ondergrond. Zou ik met uw fiets op de foto mogen? Maar dan moet u die even vasthouden dat ik er zo half op ga zitten, ja? Oké. Stabiel. Maar wel stabiel vasthouden. Oké, klaar? Oké. Heb je hem goed vast? Nee, niet doen. Oké, dat is heel onstabiel. Oké, 3, 2, 1. Voilà. Dankjewel. Goedenavond. Oké, volgende. Neem een selfie met heftige make-up. Oh my god, het is deze week wel echt heel erg lastig. Heftige make-up. Ik heb niet make-up. Nee, ook niet. Die mevrouw, nee, ook niet. Ik heb stress, ik moet echt winnen ook. Ja, groen. Ik voel mij zo verdwaald. Not that. No problem. Yeah. Can I
take a selfie with you, I have to take a selfie with someone who has nice makeup on. I don't have makeup. Yeah, but you have lipstick on, no? Yeah, but my lip. Okay. Okay. You, okay. Can you do the duck face? No, I don't like. No? Okay. Thank you. Bye. Geen duckface vandaag. Oké, geen probleem. Volgende opdracht. Nee. Ik ga weer verliezen, ik voel het al. Hallo, mag ik iets vragen? Ik moet voor de opdracht een foto nemen met iemand die heel mooi gesminkt is. En ik vind dat u hele mooie make-up op heeft. Zou ik een foto... En u ook? Ah, mag ik alsjeblieft met u allebei op een foto? U zou mijn redder zijn. Ja, echt? Yes. Even kijken. Lachen! Hoppakee, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Neem een selfie met een hapje van iemands eten. Oh my god, dus ik moet eten van iemand anders? Dit is echt moeilijk. Oké, ik moet mensen hebben met eten, mensen met eten. Zo, dat... Hey, hallo, mag ik wat vragen? Zou ik misschien een slokje van jou drinken mogen? Ja, graag. Oh ja. Ha, fantastisch. Maar ik moet ook een foto mee maken, dus als je mee op de foto zo wil... En jij drinkt dan... Ah, ik mocht er echt gaan drinken. Oh. Ah, glühwein, lekker warm. Ja. Dankjewel, dankjewel. Is dat jouw bestelling? Is dat van jou? Mag ik een hapje van jou als jij klaar bent? Ja. Ja, wil je dat? Oké. Gaat dat nog heel lang duren? Nee, ik kan dat nu niet pakken. Oké. Het is voor een opdracht, dus je doet mij heel veel plezier, echt waar. Oké. Maar er zit wel veel in, hè? Is dat alleen voor u? Ja. Oké. Alsjeblieft. Oké, ik ga maar een klein hapje nemen, hè? Dus. Oei. Dank u wel. Merci. Smakelijk, hè? Oké, volgende opdracht. Neem mezelf met vieze handen. Ik heb smetvrees. Nee, dat gaat echt te ver, dat doe ik niet. Hebt u vieze handen? Nee, hè? Die zijn proper, hè? Oh, wie gaat er hier vieze handen hebben? Ik denk dat niet die achter een kraam staat, hoop ik. Nee, ik hoop het toch. Dat is waar. Zou jij anders een beetje bloemsuiker op je handen kunnen smeren? Ja. Ja, dat kunnen we wel doen. Hoe heeft Nora dit gedaan? Vieze handen. Oh, zo vies. Oké, de laatste. Yes. Deze is zo zalig dat je dat wilt doen. Ja, perfect. Dankjewel. Neem een selfie alsof je een stukje mee rijdt. Oké, ik moet dus een fiets of auto of buggy vinden. Meneer, mag ik wat vragen? Ik moet voor een opdracht een foto maken met iemand als ik een stukje meer rijd. Zou ik mogen doen alsof ik bij u achter op de fiets zit? Nee. Jammer. Ah, dit is echt moeilijk. Alsof ik... Oh, ik zie... Wat is dat? Mag dat gewoon? Ik kan daar toch niet zomaar op gaan zitten. We doen alsof, hè. Wacht, van voor misschien. Ja, dat lijkt echt alsof ik op een rietje zit. Ja! Stop de tijd! Mag ik iets vragen? Ja, mag ik iets aan jou vragen? Wil je mij eens komen helpen? Kom eens. Zou je op deze fiets willen zitten? Ja, heel eventjes maar. Ik moet één foto maken. Ja. Oké, 1, 2, 3... Ja! Stop de tijd! Oké. Hop naar Nora. Ja! Hey! Oké. Ik heb echt heel hard gerend. Okay. Ja, ik vond het echt wel moeilijk eigenlijk. Oké. En jij? Ja, deze keer vond ik het echt heel erg lastig. Er waren echt moeilijke opdrachten bij. Dus ik ben wel heel erg lang opgehouden door een paar dudes. Echt? Ja, om die sigaret. Die waren dronken Nederlanders. Zeer vermoeiende mensen. Goed, Nora, wat is jouw tijd? Mijn tijd is 11 minuten en 3 seconden. En die van u? Mijn tijd is 10 minuten 22. Ik ben eindelijk na 2 keer te verliezen de Selfie King. Jullie bedankt om te kijken. Bedankt. Als je het een leuk filmpje vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Ja. Deel deze video met iedereen die je kent. Zou ik super tof vinden. En kijk natuurlijk volgende week woensdag weer naar een nieuwe video. Dan gaan we weer eens leuk nieuws doen. Wat weet ik nog niet, maar dat zie je dan wel. Waarschijnlijk is het gênant. En iets wat ik niet zo leuk vind. Maar goed. Bye.